Hoi iedereen, ik ga in deze video laten zien hoe je een sneeuwvlok tekent en hoe je die daarna in 3D maakt met lijm. Dus veel kijkplezier! En om de 3D sneeuwvlok te maken moet je eerst de sneeuwvlok tekenen, want dan kan je die later met lijm overtrekken. En omdat het dus met lijm is en het dus een iets dikker strookje is, moet ik ook een wat dikkere lijnen tekenen in plaats van gewoon dunne stokjes, want er moet met lijm overheen. Je kan een sneeuwvlok op heel veel verschillende manieren tekenen, want elke sneeuwvlok is uniek. Maar ik ga hem op de meest standaard manier tekenen. Het is best wel makkelijk op zich. Je begint met een rechte steel te tekenen. Zo heb je een rechte steel. Zo, ik ben even opnieuw begonnen, want dat ging niet helemaal goed. En dan komen hier twee stelen, of hoe je het ook noemt. Het is een beetje moeilijk om uit te leggen, omdat die onderdelen in het echt natuurlijk geen naam hebben van de sneeuwvlok. En het is handig als ze wat dichter bij elkaar zitten dan dat ik net tekende. Even kijken. Die loopt weer door naar hier, maar het hoeft niet helemaal recht of zo te zijn. En hier gaat er weer één zo. Het ziet er best wel klungelig uit, maar je moet eigenlijk zorgen dat het aan allebei de kanten hetzelfde is. Dus deze is veel te lang. Er moet hier evenveel ruimte tussen zitten als hier. Dat is wel ongeveer zo. En hier evenveel als hier en hier evenveel als hier. Ja, dat klopt. Dus nu heb je de basis van de sneeuwvlok. Ik heb de steeltjes even iets langer gemaakt, omdat ik erachter kwam dat het niet helemaal uitkwam met die twee steeltjes die ik nu ga tekenen. Want dat was ik aan het tekenen en toen kwam het niet helemaal uit. Maar je moet dus aan elke steel weer twee kleine steeltjes doen. En die mogen niet boven deze uitkomen. Dus ze moeten wat minder lang zijn. Sneeuwvlok tekenen blijkt nog best wel lastig. Het is moeilijker dan het eruit ziet, ben ik achtergekomen, want het zag er echt heel makkelijk uit. Nu heb je dus de basis van de sneeuwvlok en dan gaan we alleen nog sterretjes hier in het midden tekenen. Zo. En nu ga ik hem overtekenen met stift en daarbij ga ik alleen de omtrek tekenen, dus niet deze lijn aan de binnenkant. Zo, best wel mooi toch? En als je het nog iets simpeler wil maken, dan kan je ook gewoon één lijn tekenen in plaats van twee van die lijnen, waardoor het een dikke lijn wordt. Maar ja, als je snapt wat ik bedoel. En om hier een 3D sneeuwvlok van te maken, heb je alleen een lijmpistool en bakpapier nodig. Bakpapier. En dat ga ik er nu even bij pakken. Hier heb je zo'n lijmpistool. Dit is een mini lijmpistool. Hij was iets van 8 euro en ik heb hem gekocht op bol.com. En er zit al een lijmstick in, maar die is al bijna op. Dus ik moet er straks nog eentje weer in doen. En ja, het is dus heet, dus kijk uit. Ik weet niet wat ik hiermee moet, maar ik weet niet of je ook gewoon knutsellijm kan gebruiken. Ik denk het eigenlijk niet, maar probeer het uit als je wil. En dan heb ik hier een heel klein stukje bakpapier, wat ik al vaker heb gebruikt voor lijmdingen zoals je ziet. En dat leg je er gewoon overheen. Ik ga het nog even wat vastmaken met plakband, want anders dan schuift het de hele tijd. Ik heb even een paar minuten gewacht, want dan komt dit pistool opwarmen. Hier is allemaal lijm. Maar, en je moet trouwens wel echt bakpapier gebruiken, want dan kan je de lijm eraf halen in plaats van dat het aan het papier blijft plakken. En dan moet je het nu eigenlijk gewoon inkleuren. Het is best wel lastig, want ja, ik ben ook nog niet zo... Ik ben ook nog maar een beginner met zo'n lijmpistool. Moet het eigenlijk gewoon inkleuren. Zo. En het wordt echt heel snel hard. Het droogt heel snel op.
En er komen ook van die sliertjes aan. Dat is wel een beetje irritant, maar... En het maakt ook niet uit als het ene deel opgedroogd is, want het plakt alsnog wel aan elkaar. Want het is allemaal lijm, dus... Nou ja, nu heb je denk ik wel ongeveer een idee hoe je dit moet inkleuren. Je moet gewoon op de lijntjes kleuren eigenlijk. Al die lijntjes. En al die extra lijntjes kan je er straks wel afhalen, maar... Hoe langer het pistool warm is, hoe vloeibaarder de lijm is. Dus dat is iets makkelijker om mee te werken. Kijk, nu is die dus eigenlijk leeg, omdat hij nu geen druk meer... uitoefend op het pistool. Dit is niet de goede manier, maar ik haal hem er gewoon met mijn vingers uit, want ik hou van risico's. En dan doe ik er een nieuw lijmstikje in. Ik weet trouwens niet of ik het wel op de goede manier doe. Focus! Maar ach ja, als er maar niks in de fik vliegt. Nou ja, hij ging trouwens wel een keer roken, maar dat maakt verder niet uit. Oké, we gaan weer verder. Ik ga nu even de camera uitdoen en hem verder inkleuren, want de geheugenkaart van mijn camera is bijna vol. Dus ik kom terug als ik hem helemaal heb ingekleurd. Zo, ik heb hem helemaal ingekleurd en de lijm is als het goed is opgedroogd. Dus dan kan je hem nu voorzichtig van het bakpapier afhalen. Tadaa! En dan moet je alleen nog even die extra lijntjes eraf halen. Trouwens, het is wel grappig als je deze even vergelijkt met... mijn allereerste poging, dat was namelijk dit. Nou, dan vind ik deze wel iets mooier gelukt, toch? Maar... En je kan het trouwens nog even wat mooier maken door de uitgeschoten lijntjes even eraf te knippen. Zo, want het is wel flexibel, dus dat is wel makkelijk. En nog even een extra tip. Als je er een haakje aan lijmt, zo'n rondje zeg maar, dan kan je hem ophangen aan een touwtje. Cool, hè? Leuk om in de vensterbank te zetten voor het raam of dus op te hangen in de badkamer of in de wc. En als je er heel veel maakt, ziet het er helemaal leuk uit. Dus, nou, en hier is nog de tekening. Ik hoop dat je deze video leuk vond. Doe dan even een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren en aan mijn tekenwedstrijd mee te doen. Daarvan heb ik een video gemaakt en die staat ook op mijn kanaal. Dus bekijk die video even. Bedankt voor het kijken. Doei! Trouwens, ik zag ineens dat de sneeuwvlok er ook wel mooi uitziet als je hem omdraait. Dan is die mat. Maar dan zie je van die lijntjes om de sneeuwvlok heen. En dat ziet er dan ja, wat echter uit als een sneeuwvlok. Moet je kijken. Perfectos. Ja, hij focust niet. Maar het ziet er in elk geval aan beide kanten goed uit. Dus je kan hem gewoon ophangen.